Hallo, ik ben Dieter Gusset, alias Didier de Flandrien uit Deinze. Wanneer Dieter Gusset uit Deinze gaat trainen, is hij bijna een rijdend museum. Deze sportieve Deinzenaar is gepassioneerd door de echte Flandriens en alles wat ermee te maken heeft. Afgelopen zaterdag reed hij de volledige ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen met deze fiets uit de jaren 20 en de volledige bijhorende uitrusting. Dus als ik ga fietsen, dan fiets ik ook zoals vroeger, met de outfit van vroeger. Ik fiets dus met een wollen koerstrui, een wollen broek, wollen kousen natuurlijk, oude koersschoenen, leren handschoentjes en een pet zoals vroeger, want het is effectief ook een oude koerspet. En een stofbril natuurlijk. Hè. Dieter verzamelde en restaureerde ondertussen al zo'n 50-tal fietsen. Ik vond de tijd van de Flandriens wel interessant. En ik ben dan ook beginnen verzamelen. Boeken en zo over die tijd. En ook beginnen zoeken achter een oude koersfiets uit de tijd van de Flandriens. Dus ja, de jaren 20, 30 en zo. En toen ben ik op een koersfiets gebotst. Uit die tijd heb ik die gerestaureerd. En ja, ben ik er mee beginnen fietsen. Sindsdien gaat Dieter door het leven als Didier de Flandrien. Waarom doe ik het eigenlijk? Om ja, een erebetoon aan de echte Flandriens van vroeger. En ik vind het ook fantastisch. Als ik aan rallies deelneem en de mensen komen bij mij dingen vragen van hoe dat alles werkt en zo. Allee. Ik vind het fantastisch als ik die mensen iets kan bijbrengen over de tijd van de Flandriens.